En dan moeten we weer afscheid nemen van de zweefmolen, de fonteinbar en de voorstellingen. Zondag is de laatste dag van de parade. De topattractie van dit jaar is zonder enige twijfel de 12 meter hoge Wawasda. Avond aan avond staan lange rijen voor deze doorlopende voorstelling van Leonard en Jeroen. De Wawasda, speciaal voor u. We zijn nu geopend, 2 euro'tjes entree. En schitterende prijzen. Wat voor voorstelling is dit? Nou, je ziet, daar zie je Jeroen boven staan. Die gooit de attributen naar beneden. Door die stortkoker. En wat er beneden gebeurt, dan moet je toch even een kaartje gaan kopen. Ze zien alleen de bovenkant. Dus de buitenkant de schotten. En de bovenkant die prikkelt enorm omdat Jeroen daar bovenop die steiger staat en spullen naar beneden gooit.
De kijker hier buiten kan niet zien wat er dus beneden gebeurt. Nou, ik ben een beetje puzzeld, zeg maar. Ik weet nog niet wat ik ervan moet denken. Ik ga zo eens even binnenkijken, dus dan hoop ik het uit te vinden. Ja, dames en heren, we gaan weer snel door met de volgende. Komt hier weer winnen. 3, 2, 1, let's do it, come on! Go! Wat was dat? Blikje. Foute bok. Hey, jammer. Ja, dames en heren, komt u weer naar voren. Ja, dan komt u weer op gelet. 3, 2, 1, let's do it, do it. Wat was dat? Een tandenborstel. Foute was faam. Nee. Ja, van dat zeepspul. Jongen, wat een verslagenheid en teleurstelling hier. Waar schuilt het succes in van deze attractie? Het succes schuilt achter de combinatie van Jeroen en Leonard. Zij geven de hele simpele formule, zoals producten naar beneden gooien, geven ze veel zuur door er gewoon een mooie show van te maken. En alle mensen komen hier lachen naar buiten. Dat is het mooiste om te zien. Niet zeggen zo. Mama, wat dat vind ik wel heel erg leuk. Mama, wat dat. Nou, dat was dat. Tot zover het AT5 nieuws van vrijdag 18 augustus. Ik wens u nog een hele fijne avond.